geval goede avond, mensen. In ieder geval, het is iets. Ik heb iets heel opmerkelijks gevonden. Ik ben achtergekomen dat je via de, ja, via je computer, ja, zeg maar via je laptop, zeg maar via de CMD kan hacken in principe. Ik wist dat niet in principe, maar inderdaad, het kan inderdaad. Ik heb zojuist net een, ja, wat is het, een andere kleur ingesteld, maar ik weet nog steeds niet hoe ik dat heb gedaan. Ik heb eerst een beetje een kleur verzonnen. Ik heb eerst in het systeem, Windows systeem, heb ik gezegd, color, waaronder green, dus groen. En nou krijg ik, ja, alles te zien, waaronder welke kleuren. Nou, zou ik even een voorbeeld laten zien ook. Ik zou dat ook gelijk even downloaden, weet je wel, want dan kan jullie het ook in, ja, deze manier. Hier zijn ook natuurlijk, waaronder color. Ja, color. Color. Ja, nou, wat zullen we doen? Nou, zeg maar. Nou, je ziet het. Het is zo makkelijk in principe. Zo kan je in principe, kan je ook. Color. Nou, ik vind groen leuker, dus dan gaan we dat ook gewoon doen. Je zou ook op die manier, kan jij ook een website hacken. Nou, zeg maar, ik kijk maar even wat. Nou, zullen we zeggen, nou, we gaan. Hey, het lijkt net dat mijn hele laptop heb zo te zien een hele update gehad, denk ik. Maar we gaan zeg maar, ja. Oh mijn god. Oké, nog een keer. Google. Google. Ja. We gaan Google doen. Ja, alles inschakelen, denk ik. Dat joh. We gaan deze gaan wij vastzetten. Waaronder. Even kijken hoor. Werkt niet, zo te zien. Ja. Nou, zeg maar, we gaan Google, gaan wij ja, de site hacken in principe. Nou. Even kijken hoor, hoe ging het ook alweer? Nou, volgens mij ping. De dingen. Ja. En nu. Volgens mij heb ik iets verkeerds gedaan. Denk ik, maar ik weet niet zeker. Trouwens.
my god. Ik loop gewoon serieus. Loop ik nu de website Facebook te hacken. Zoals je ziet, is het vrij makkelijk dat, om Facebook te kunnen hacken. Ik heb geen. Ik kan met dit geval kan ik nog veel meer dingen doen, natuurlijk. Want ik kan nog ook nog eventueel, zeg maar. Ja. De. Hoe heet dat? Ik kan het in principe kan ik hier ook nog eventueel gaan hacken. Maar dit is absurd. Wauw. Dit is echt. Dit is bizar. Dit is echt bizar gewoon. Dit is echt heel bizar. Ik loop met andere woorden, loop ik gewoon dus. Ja. Nou, dit had ik zelf niet eens verwacht, eerlijk gezegd. Ik dacht dat zulke geintje. Dat via YouTube nog geintjes waren, maar. Zo te zien, werkt het nog ook. Dat is juist. Ik loop gewoon serieus gewoon Facebook te hacken nu. Oké. Okay. Nou, ik ga er maar mee stoppen. Nou hoop ik dat die. Nou, ik heb Facebook, ben ik mee gestopt met te hacken, dus, maar jullie zien het, het is makkelijk, het is super makkelijk. Nee, Google wil ik alvast. Nou, loop ik eventjes mijn eigen dingetjes te doen natuurlijk. Volledig opslaan. Nee. Pagina instellen. Nou ja, ik heb sinds kort een update gehad. In principe. En ja. Zo, dan gaan we eventjes dit ook gelijk even opslaan natuurlijk. Dat wil ik hem natuurlijk wel. Dan gaan we even dit ook nog natuurlijk even doen. We moeten natuurlijk alles weer opnieuw waarschijnlijk doen. Een keer een update van mijn computer is ook een keer niet erg. Hoop ik nu wel dat hij nog steeds al mijn muziek nog hebt. Hoop ik. Kies je taal, nou.
Nou, in ieder geval, ik zou zeggen, tot de volgende video. En ja, u ziet het. Het is hacken is super makkelijk. Ik weet niet hoe ik het ook de beste manier kan uitleggen. Want ik weet ook totaal niet wat de consequenties zou kunnen zijn. Ik denk dat ik in principe al, waarschijnlijk al, ja, een vrij groot probleem al heb, denk ik. Want, maar ik weet ook niet of dat illegaal is, in principe. Want het is alleen om te laten zien, dus nogmaals, het is alleen om te laten zien hoe makkelijk het eventueel gewoon is. Want, u ziet het, het is super easy. Het is echt super makkelijk op dat gebied. En ja, ik ben ook op een manier, ben ik ook heel erg benieuwd of dat ik inderdaad andere dingetjes kan hacken. En ja, misschien is het een keer handig om, ik ga het denk ik ook misschien uit mijn, ja, hoe moet ik het zeggen, uit mijn, ja, hoe ik zeggen, zeg maar, om mijn interesse om iets te hebben, wil ik dus misschien is het een keer handig om als interesse even naar een bedrijf toe te gaan om te kijken van wat is nou hacken in principe. Wat is hacken op dat gebied van, dan kan ik eventueel ook nog, eventueel nog uitleggen van, ja, via Facebook was het super easy, super makkelijk. Wat is strafbaar, wat is niet strafbaar? In ieder geval, daar ga ik binnenkort ook eventjes een, ja, toch even contact opnemen. Wat handig is, in principe. Dus ik zou op dat moment ook zeggen van, ja. Ja, hoe moet ik het noemen? Ja, ik ga gewoon even een vooruit interesse, ga ik even kijken van of daar ergens een bedrijf is, wat hacken is, wat in principe wat kan en niet kan. Ik heb een keer al op YouTube, heb ik al zelf een keer gezien dat zo'n bedrijf bestaat. Dus ja, ik ga gewoon even een keer, ja, misschien eventjes een mailtje sturen, denk ik. Of ja, als interesse te eventjes, ja, te kunnen kijken van hoe wat. Want ik schrikte eerlijk gezegd nu best wel een beetje van dat het gewoon, dat ik gewoon letterlijk achter mijn, ja, achter mijn laptop in principe gewoon te plaatsen eventjes Facebook kan hacken. Ja, nu ga ik wel eventjes weer kijken of dat Facebook natuurlijk het wel gewoon weer doet. Het zou lullig zijn dat Facebook op dat moment zegt van, dat klopt niet, weet je wel. Nou, phew. Gelukkig doet Facebook het nog. Dus ik heb ik denk dat ik gelukkig op dat gebied vrij snel, ja, vrij snel al te plaatsen al was voor bepaalde dingetjes. Phew. Nou, ik zou zeggen, ik ga het weer even lekker verder met, ja, inderdaad, wat ik al zeg. Ik ga het even een bedrijf opzoeken wat die op dat gebied kan helpen of informatie voor mij kan vinden. En eventueel uitleggen. En eventueel zit daar ook nog een video aan te komen natuurlijk. Dus dit is natuurlijk vervolg van hacken in principe. Doe een, natuurlijk een positieve, ja, reactie of een blauw duimpje. Kijk, ik weet dat dit, ja, zeg maar, niet oké is wat ik net heb gedaan. Dat geef ik eerlijk zelf toe, want ik schrikte er zelf echt heel erg van dat het gewoon makkelijk kan in principe. Zolang dat je, ik zou zeggen ook op dat moment, als u dat als kijker een goed idee vindt om te kijken van wat hacken nou precies is tussen goed en kwaad, ja, dat ik eventueel inderdaad contacten op zoek. Ik zou zeggen, doe alvast heel veel blauwe duimpjes omhoog. En natuurlijk blauwe likes erbij. En natuurlijk, schrijf het maar wat jullie vinden in de reactie. Van, ja, ik
of dat dat wel een goed idee is om zeg maar even naar een bedrijf, naar een computerbedrijf te gaan om informatie over te hebben of te krijgen wat nou hacken is. Misschien is dat wel goed voor de kijkers in principe, want als jullie dat niet weten natuurlijk. Dus ik zou zeggen, geef een reactie in de comments en ja, ik zou zeggen, tot de volgende video. En het is natuurlijk dan ook over het hacken vervolg. Ik zou zeggen, hartstikke bedankt voor het kijken voor deze video. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. En ik zou zeggen, nog steeds blauw duimpje. En abonneer natuurlijk op dit kanaal. Dus in ieder geval, tot de vervolg volgende keer. Volgende video. Oké, fijne avond.